Marons en huisvesting. De woon- en leefsituatie van Marons met het accent op overbewoning. Is de titel van de thesis van Sulemi Laurens, die zij vanmorgen voor het verkrijgen van haar masterstitel verdedigde. Laurens heeft onderzoek gedaan in 5 districten, waaronder Paramaribo en Wanica, om na te gaan als er sprake is van overbewoning bij de Maron-gemeenschap. Zij heeft daarbij assistentie gehad van het Statistiekbureau en het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Een van de bevindingen van dat onderzoek is dat ongeveer 90% van de mensen die wonen in die gebieden zichzelf rekenen tot de etnische groep Maron. Ik moet niet enteren. Ja. De probleemstelling voor dit onderzoek is daarom als volgt geformuleerd. Wat is de situatie met betrekking tot huisvesting en met name overbewoning in Suriname met het accent op de situatie van de Marons? Dat betekent dus dat het tweeledig zal zijn. Eén gedeelte gaat over overbewoning en dat andere gedeelte over woon- en leefsituatie. De methodologie. Om het onderzoek richtig te kunnen uitvoeren, heb ik gekozen voor de mixstrategie. Dat is een combinatie van de kwantitatieve strategie en de kwalitatieve strategie. Het was nodig om kwantitatief te werk te gaan, omdat ik zaken wilde concretiseren. Ik moest statistische analyses en toetsen uitvoeren, ik wilde dat ook doen. En ik wil cijfermatig de zaken weergeven. Een van de conclusies van Laurens is dat het overheidsbeleid toonaangevend is wanneer het gaat om huisvestingsvraagstukken. De bewoners van Sunny Point, Goede Verwachting, Dagens Buiten, Rahimal Buiten, ervaren geen overbewoning. Om te weten als iemand overbewoning ervaart, zal je gerichte vragen moeten stellen. En dat heb ik gedaan middels die kwalitatieve, die diepte interviews die ik heb gedaan. Er is geen sprake van adequate huisvesting in Sunny Point, Goede Verwachting, Rahimal Buiten, Dagens Buiten en ook niet in het binnenland. En dat valt in staat met de zekerheid die men niet heeft op de grond. De urbanisatie gaat gepaard met culturele verschuiving. Het moment dat mensen vanuit het binnenland, in dit geval vanuit het binnenland, verhuizen naar Paramaribo, dan nemen ze hun eigen cultuur mee, maar dat wat ze meenemen past dan niet in Paramaribo. Het betekent dus dat indien men wil passen binnen Paramaribo, binnen het nieuw netwerk, dat er verschuivingen of veranderingen zullen plaatsvinden in de cultuurpatronen. Sulemi Laurens haalde haar thesisverdediging met het cijfer 7. Zij verkreeg hierbij de titel van Master in Research Methods, oftewel Master in Onderzoeksmethoden.